Hey, het is Steven weer, Eyewear Unbox. Vandaag hebben we iets super bijzonders binnengekregen, Mr. Leight. Mr. Leight is oorspronkelijk ontstaan door een samenwerking van vader en zoon. Garrett Leight maakte al jarenlang prachtige brillen met een klein beetje een vintage look. En zijn vader is een van de oorspronkelijke ontwerpers van Oliver Peoples. Deze twee hebben de handen ineengeslagen en hebben denk ik een van de mooiste series van dit moment gemaakt. Maar nu is het tijd om hem uit te pakken. Omdat het een merk is wat meedoet in de high-end fashionmarkt en wat alleen maar de beste materialen gebruikt, moet dat ook wel vanaf de buitenkant te zien zijn. Mijn oog viel eigenlijk op de prachtige tweed die erbij zat. En alleen daarom wil je die bril al hebben. Dus laten we daar even een kijkje naar nemen. Het is de Mulholland CL45 Beachwear White Gold. Voor mensen die niet weten wat White Gold is, het is gewoon heel erg mooi. Maar dan nu, kijk, het is een... Ja, dit is toch echt super vet. Moet je zien. Shiny. Rosé. Rosé goud. Heel zwaar. Voelt echt aan alsof je een baksteen bij je draagt. Het hoort er wel een klein beetje bij, vind ik. Laten we maar snel openmaken. Kijk eens even. Zelfs aan de binnenkant van etui. Mr. Leight erin gestanst. Het is een soort vilt. Voelt het aan. Een beetje biljartlaken, maar een roze aan de binnenkant. Het lijkt niet een van de meest mannelijke kleuren die er aan de binnenkant in zit. Maar nu... Wat zit er allemaal in? We hebben er een clipje hadden we er even bij gekregen. De bril natuurlijk gaan we uitvoerig bespreken. Doekje met het bekende roze. Ja, en ik denk het garantie... Oké, hier zit niet zo heel veel bijzonders in. Oké, een blaadje zit er eigenlijk bij met waarop staat dat ze een aanpasbare veren hebben. Laten we gaan praten over de bril zelf. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik denk dat ik in de 10 jaar dat ik opticien ben nog nooit zoiets gaafs heb gezien. 12 karaats wit goud montuur is dit. De allereerste Mr. Leight serie is alleen voor een heel select groepje uitgekomen in Nederland. Hun grootste pronkstuk is eigenlijk een aanpasbare veer. Als je deze schroef losdraait, aan de moer losdraait aan de bovenkant, kun je de veerlengte aanpassen, waardoor die altijd goed zit. Ook vanaf de binnenkant, mooi het logo erin gegraveerd, Mr. Leight. Er is ook nog een versie gemaakt met een kunststofrand en een kunststofveer. Maar die lijkt een klein beetje op de zonnebril. Dus wat vinden we ervan? Ja, dope. Misschien dat ik nog wel wat uitdagender modellen zou verwachten. En misschien ietsje spannender. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Druk eventjes op de like-knop en volg mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe eyewear en de brillen die ik mooi vind. Heb jij misschien suggesties? Laat een reactie hieronder en misschien pak ik jouw bril de volgende keer wel uit. Doei!